Oh, dat was moeilijk. Wat de heck? Check dit haar! Yo, mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen wij weer eens iets anders, namelijk Build Battle. Ik hoop dat jullie zin hebben. Doe even dat duimpje omhoog als jij er zin in hebt. En dan gaan wij lekker even spelen. En ik doe mijn microfoon even iets harder. Hupsakee, doet die even. Wat moeten wij maken? Swamp. Oké, dat kan ik wel. Dat kan, kan ik dat? ik ben bang van niet. We gaan het gewoon doen. Smash even die like button als je dikke vette baas bent. En wij gaan een swamp maken. Dus het allereerste wat we dan gaan doen, ik heb dit echt al zo lang niet meer gedaan, is volgens mij de biome. Ja, precies. Ik kan gewoon de biome maken. Gewoon swamp. Hupsakee. Doet die even. Nou, we maken de... Hoe heet het nou? Set the floor. Zetten we naar... Let the body set the floor. Perfect. En we kunnen dit ook gewoon nog weghakken. Oh my god. I love it. I love it. We halen gewoon eventjes... Hupsakee. We zetten gewoon wat water hierin. We pakken water. Water. What are those? Water. Oké. Zo. Lekker bezig, Wouter. En... ik vind het wel een beetje raar. Don't break blocks outside of your plot. Hoezo is dit buiten mijn plot? Jongen, dit is mijn plot. Oh, het is waarschijnlijk de onderkant waar ze het over hebben. Maar YOLO, ik breek wat ik wil breken en anders breek ik jou. Oh. Fitty. Echt, ik probeer de laatste tijd een beetje, omdat Maisha en ik vind het wel grappig om te doen, maar een beetje om ghetto te praten. Tenminste, ik vind het grappig, hè. Maisha, die kan namelijk, die kent best wel wat van die, van die woorden. Ja, hoe zeg je dat? Nou, straattaal. Ik denk dat straattaal de juiste benaming is. Die kent daar best wel wat dingetjes van. Dan zit ik dus een beetje te proberen als man uit het gooi. Ik kom uit het gooi voor de mensen die weten. Het klinkt zo slecht. En ik wil ook nog zo graag een video erover maken. Dat we een soort van challenge doen. Dat lijkt me zo grappig. Even kijken, maar wat zit er nog meer? We hebben witches. Ja, witches, dames en heren. Hupsakee. Oh, ik kan natuurlijk gewoon vliegen, ik hoef helemaal niet te lopen. Maar ik vind het heel raar dat deze biome, dit moet dan ook gewoon, oh, swamp. Toch? Is het nu swamp? Oké, ik heb het geselect, maar dit lijkt op swamp, maar de rest niet. Raar. Even kijken. We gaan in ieder geval wat saplings neerzetten. Wat zijn... hoe heet het nou? Van die swamp dingen. Volgens mij zijn dat een beetje spruce-achtige dingen. Laten we eens gewoon kijken. Spruce. Oh. Oké. We pakken wat boomiel erbij. Dat was een hele grote... Zijn dit... Ik weet niet of dit swamp is, eerlijk gezegd. Nee, ik denk dat het is, ja. Nou ja, fuck it. We laten die gewoon staan. Dat is gewoon kunst. Oh, zo. Het zijn echt, het zijn de oakboompjes. Come on, Wouter. Oké, het begint al een beetje op een swamp te lijken. Wat moet missen we nou nog eigenlijk? Echt zo'n... We hebben sowieso bone meal nodig voor de grond. Zo, kijk. Hupsakeetje. Dit is wel een beetje swamperig, hoor. Lekker swampy. Zo. En dan doen we nog even wat vines. Ah, het is vine time. Time for vine. En dan hangen we die gewoon er langs. Ik weet niet echt of dat per se swamp is, maar... Ik vind van wel. Laat het gewoon net even iets... meer vervallen eruit zien, weet je wel? Jullie weten wel. Zo en zo. En dan moeten we nu nog even snel... een dingetje gaan maken. Zo'n huisje. Oh my god, ik weet niet... Oh shit. Ik ben dingen aan het kapot maken. Dit is niet de bedoeling. Dit gaat helemaal fout. Oké, maak gewoon een huisje. Hupsakee. Ik weet niet precies hoe die eruit zag. Volgens mij was hij kleiner. Zoiets. Nog 1 minuut. Kan Wouter in 1 minuut een huisje maken? De ultieme challenge. Oh, hoe zien die eruit? Ik heb geen idee. Oké, ik doe even snel. Minecraft... Swamp House. Hoe ziet die eruit? Oh wow, dat ziet er nog best ingewikkeld uit. Oké. We pakken gewoon wat slabs. Want ik heb niets aan die foto die ik heb gezien. Want ik snap er helemaal niets aan van.
We doen zo en zo. En wat we dan doen is dan pakken we nog wat water. Ja, en dan doen we die hier zo onder. Kijk, dit ziet er op zich wel lachen uit. Oh nee, 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 dit red ik nooit. Ik ben veel te moeilijk aan het doen. Oké, opvullen. Opvullen. Nee. Oh, Swamp House is nog niet klaar. Even kijken. Ja, dit. Nou, dit is op zich redelijk gelukt. Ik vind het een. Het is een oké. Hij heeft wel heel veel water. Dit is. Ja, iedereen is natuurlijk gewoon hetzelfde aan het maken. Ik vind het ook een oké. Ik vind het niet heel speciaal. Sorry dat ik het zeg hoor. Deze is al beter. Ik had denk ik meer tijd moeten besteden aan het huisje. Want dat is gewoon iets. Is dit die van mij? Nee. Kijk, het lijkt gewoon superveel op elkaar. Ik ben heel benieuwd. Nou, dit vind ik. Dit is dan weer heel mager. Maar op zich wel leuk gedaan. Maar het is niet echt swamp style. Ik vind het wel leuk. Iedereen weet wel echt wat hij moet maken. What the fuck? Dit is. Hoe is dit swamp? Dit is mushroom of zo. Sorry, maar dit is poepoe. Is je poepoe. YOLO Polomosma. Oh my god, die is cool. Yo, had nou. Oh, ik zie groen, ik zie groen. Oh, rood! Jij! Bar, jij! Hoe durf je? Ik hoop. Ik denk dat ik op zich wel in de top 3 kan komen. Hoop ik. Ja. Het is ook niet echt swamp, hè? Oh, en deze geef je dan nog goed. Nou ja, zeg. Oh, dit is wel de beste. Ja, shit. Oké, dit vind ik wel een epic. Vergeleken met de rest is dit een epic. Maar. Ja, het zit niet heel erg. De inzet is niet heel hoog. Laten we het daarop houden, dames en heren. En. Ja, what the fuck is dit? Het zou maar je huis zijn, dames en heren. Het zou maar je huis zijn. En dit is ook. Het is allemaal niet zo bijzonder interessant. Het is niet zo heel interessant. Hoeveelste gaan we worden? What the fuck is dit? 3 skeletons. Way to go, bro. Wat heb je in die 5 minuten gedaan? En dit is ja, een beetje standaard. Lijkt heel erg op die van mij trouwens. Alleen hebben ze niet de biome goed gedaan. Dus... Is net niet. Oh, ik ben 4e. Alright. Alright, dat is best oké. Okay. Dat is best oké. Okay. Ik had gewoon beter moeten werken aan het huisje. En dan had ik denk hoger kunnen komen. Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Laten wij nog een build battle doen. In 3, 2, 1, go. En we zitten in een nieuwe build battle. En wij moeten een dokter maken. What? Hoe? Ik weet echt niet hoe je een dokter maakt. Ik denk dat ik dan maar een villager moet gaan maken of zo. Met wool, witte wool, white wool. Je hebt geen witte wool? Wool. Oh, dat is gewoon wool. Just wool. Oké, we maken de onderkant maken van quartz. Dat ziet een beetje klinisch eruit, weet je wel. Quartz, ja. We noemen wel... Laten we even kijken hoe een blok eruit ziet en een pillar. Maar ik moet er niet te veel tijd aan besteden. Een blok ziet er... Oké, dit ziet er wel redelijk klinisch uit. Oké, we moeten aan de onderkant, we pakken gewoon allemaal kleuren wol. We maken de schoenen, maken we bruin. Dan heeft hij een jas aan. De buitenkant is rood. Zijn gezicht is... Weet ik veel. Wat is het gezicht van een villager? I don't know. We spannen even een villager. Dan kunnen we even zien hoe die eruit ziet. Oké, redelijk bruinig. Ik maak dit gewoon van... Ik moet niet te groot willen, want dat is meestal het probleem dat ik doe. Zo... ja. Ik ga nu alweer veel te groot, hè, jongens. Ja, jullie zien het al. Dit... Oh my god, dat is niet eens wit. Dat is ook niet wit. Het gaat al helemaal de verkeerde kant op. Hoe is het mogelijk? Oké. We hebben de benen. Zo. Op zich gaat het... Redelijk. Denk ik. Oh, hij wordt veel te groot. Oké, we moeten even wat iets tussen zijn pielenwieps doen. Niet
alle jongere dames even wegkijken. Oh nee, dokter kan natuurlijk ook een vrouw zijn, hè? Maar ik weet niet. Zijn er vrouwelijke villagers? Dat moet haast wel, want anders kunnen ze niet met elkaar breeden. Denk ik. Maar ze lijken allemaal zo op elkaar. Dat is wel een beetje raar. Oké. Dit lijkt echt heel erg op de dokter. Oh god, jongens, waar ben ik aan begonnen? Nou, doen we in ieder geval zijn arm even naar voren. Want ze hebben hun handen... Oh! Hé, nee, wacht even. Dit lijkt nog best goed. En doen we dat ook... doen we dat een beetje in deze kleur? Zo. Ja. Oké. Yo, ik maak echt nooit pixel art. Maar dit begint volgens mij voor het eerst ooit een keer op iets te lijken. Hashtag goals. Zo. En dan doen we gewoon weer. Chaka-laka-laka. Wow! Zie die armen. Wat een gespierde dokter. I love it. I absolutely love it. It's fantastic. Moeten we alleen even kijken hoe we het hoofd nu gaan maken. Op zich kunnen we gewoon wel voor deze kleur gaan. Dat is ook het meest logisch. Omdat ik dat ook heb gebruikt zo net voor de armen, zeg maar. Oh my god. Volgens mij is zo'n hoofd zo moeilijk. Ik zou het wel leuk vinden als ik een beetje een keer oefen op pixel art. Want ja, nu stelt het natuurlijk niet heel veel voor. Al ben ik nog aardig tevreden. Misschien moet ik even quartz doen of zo. En dan misschien iets van black wool eronder of zo. Black clay. Ziet dat eruit als een oog? Ik denk het op zich wel. Ik wil gewoon even de oog iets hoger. Oh god, wat ben jij verminkt. Oei, dit is echt verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk, maar we maken gewoon oren ernaast. Sure. En dan doen we hier. Doen we dan een rood. Oh yeah. Wauw. Oké, dit ziet er nog best goed uit. En doen we een hoedje op. Yo, dit wordt echt gewoon de shit. Kom op. We moeten het hoedje nog doen. Nee. Ha! Shizzle. Oh, dat was moeilijk. Wat de heck? Check dit haar. Oh, dit haar wil je niet hebben. Dat wil je niet hebben, dames en heren. Oh, deze is tof. Die is heel mooi gemaakt. Shit, waarom kan ik dat niet? What the heck is dit? Dit lijkt wel op een hele gekke dokter, maar hij is op zich wel cool gemaakt. Oh, ik had die banners. Die banners had ik moeten gebruiken. Ja, ik heb hem veel te groot gemaakt. Shit. Het is echt balen. Een grey dokter. Oh ja, kijk. Oh, wow. Die is echt cool. Legendary, right? Legendary. Oh, ik zag een epic. Woe, guys. Een villager dokter. Ja, kijk. Zij weten het gewoon. Ze herkennen het gewoon. Oh, shit. Deze was eigenlijk heel goed. Oh man, ik heb verkeerd gefoot. My bad. Oké, dit... Dit is wel een beetje poepoe. Dit is een beetje poepoe. Ik kreeg gewoon respect, jongens, voor mijn villager... ding. Oh, ik had alleen de villager nog laten staan. Oh, dat is stom, hé. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Oh, deze is ook... Deze is wel goed. Niet perfect, maar hij is goed. Is goed. Oh! Oh my god, ik heb gewonnen! GG! Ik heb gewoon gewonnen! Wow! Oh my god, ik heb gewonnen! Wie had dat nou verwacht? Ik ben echt oprecht gechoqueerd. En mijn camera ook, die space helemaal. Wow! Oké, dat had ik niet verwacht.
Ik hoop in ieder geval dat jullie... Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag volgende keer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.